En ik vond de proportie van de publicatie eigenlijk niet helemaal oké. Wat bedoel je met de proportie? Nou, het stond heel groot op de voorpagina, maar met een aantal slagen om de arm. Kagen lijkt het in de doofpot te willen stoppen. Ja, dat weten we niet precies. Er is wel of niet terecht geconstateerd dat een aantal partijprominenten. Het was allemaal, vond ik, net niet helemaal rond. Volkskrant pakte afgelopen weekend in de zaterdageditie groots uit met een verhaal over het onderzoek naar een MeToo-zaak binnen D66. Uit eerder onderzoek bleek dat klachten over partijstrateeg Frans van Drimmelen ongegrond waren. Maar de krant heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat hij wel degelijk over de scheef is gegaan. En dat bleek ook uit dat onderzoek, een verdergaand onderzoek. En de partijtop zal al een jaar op de hoogte daarvan zijn. Frenk, een verhaal aan de hand van gelekte documenten en gesprekken met 12 betrokkenen. Is het terecht dat de Volkskrant hier zo groot mee uitpakt? Nou, het is opnieuw knap werk van de collega's. Natalie Wrighton heeft een naam hoog te houden. Hè. Zij was degene die het hele dossier Halbe Zijlstra uitzocht. Dat hij in dat chef van Poetin zou zijn geweest. En in een interview van 25 minuten op Schiphol dwong ze hem te erkennen dat dat nonsens was. Allemaal op basis van goede research. En dat ziet hij denk ik ook wel snor. We weten alleen nog betrekkelijk weinig. Het is ook heel fascinerend dat Kaag eigenlijk niet echt inhoudelijk commentaar geeft. Dat ze een beetje met de hakken in het zand gaat. En ik vond de proportie van de publicatie eigenlijk niet helemaal oké. Wat bedoel je met de proportie? Nou, het stond heel groot op de voorpagina, maar met een aantal slagen om de arm. Kaag lijkt het in de doofpot te willen stoppen. Ja, dat weten we niet precies. Er is wel of niet terecht geconstateerd dat een aantal partijprominenten. Het was allemaal, vond ik, net niet helemaal rond. En ik zou hebben gepleit voor een iets bescheidenere presentatie op de 3 of zo. Maar je brengt het of je brengt het niet, toch? Of je het nou bescheiden brengt of groot. Nee, dat vind ik met alle respect nonsens. Het gaat in de journalistiek ook over de mate waarin je iets brengt. Ja. De bekopping, de presentatie, de toonsoort. Hoe kom je daar nou beeld bij? Beeld. Dus ik vind dat hier niet in verhouding geweest, eerlijk gezegd. Ik schrijf voor de Volkskrant en ik ben een klant van de Volkskrant. Maar dit had denk ik anders gekund. Ja. Arno, ben je het eens met Frenk? Is het een beetje too much? Ik heb het stuk online gelezen. Daar was het opening van. Zeker, de papieren krant ook trouwens, zaterdag. Ja. Maar ik heb het lastiger om het op de 3 of de 5 of de, snap je. Maar, maar goed, het feit ligt daar. Kijk, wat bedoel die verslaggevers zijn er. Nou, er zit een opmerkelijk aspect aan. Dat het slachtoffer in kwestie. Zit hier niet op te wachten. Die doet niet mee. Nee. Vond ik heel opvallend. Want vaak wordt dit gelekt vanuit slachtoffers of vermeende slachtoffers. Komt het daar vandaan? Maakt het misschien nog extra knap. Het was Natalie Wrighton en een co-auteur. Ja, zeker. Avinash Shabiki. Ja, mooi. Maakt het werk misschien nog wat knapper. Journalistieke werk, het verslag leggen hiervan. Ja. Want dat is alleen maar moeilijker. Ja. Het is moeilijk te beoordelen de rol van Sigrid Kaag. Hè, en wat zij nou wel en niet wist. En of zij wel of niet had moeten communiceren. Maar zou het verstandig zijn, mevrouw Moorman, even los van de inhoud van deze zaak. Door de ruis en de onrust die nu is ontstaan. En er is die brief van die 150 D66-leden. Om wel te reageren zo snel mogelijk nu. Nou, het staat niet los van de inhoud. He, dus ik denk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zorgt voor heel veel onveiligheid. En daarom is het juist zo belangrijk om heel transparant en open te zijn over dit soort processen. Ja, ik kan me voorstellen dat u niet over die zaak. U kan niet oordelen over. Nee, wat er ik weet daar niks van. En daar is een onderzoek. En ik ben het wel heel erg met Frenk eens. Toen ik het zelf las, toen dacht ik ook, nou, er zijn echt nog wel onduidelijkheden. Ja. Hè? Dus en ook, ja, waarom zou je dat dan willen doen en zo? En ik denk ook helemaal niet dat dat in haar belang is. Dus ik bedoel, zij is zelf vrouwelijk leider van D66. En ik geloof en vertrouw haar overigens ook, als ik haar hoor zeggen, dat zij het niet accepteert dat er binnen haar partij dit zou plaatsvinden. Ja, en laten we ook wel wezen. Maar dan kun je toch niet een jaar lang hier niet op reageren? Ja, dat is dan toch niet serieus meer te nemen? Ja, precies. Dat onderschrijf ik wel. Kaag zou nu ook kunnen zeggen, hè, van als dit klopt, dan hebben we een groot probleem. Of ik wil dat er op de kortst mogelijke termijn echt alles aan wordt gedaan om de onderste steen boven te krijgen. Ja, dat zijn maar dat allemaal lijkt geen me termen ook verstandig. Dat doet ze niet. En zeker als je staat voor een nieuwe bestuurscultuur en transparantie, dan is dit natuurlijk wel het moment om even van je te laten horen, toch? Nee, maar jouw vraag was, hè, van los van de inhoud zou het niet verstandig zijn om. En ik denk inderdaad dat het verstandig is om daar open en transparant en duidelijk over te zijn. Maar waarom dringt zij daar niet zo krachtig op aan? Dat waarom weet ik niet. Ja, dat
ik zit niet binnen in de diepe... Maar dat valt me dan toch van je tegen, weet je. Ja, hè, Frank, ja. Zullen we even luisteren naar een fragment uit een RTL-interview met Sigrid Kaag? Oh, ja, en dat was in de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. Daar komt-ie. Dat wordt momenteel veel gedeeld op de sociale media. Ja. Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht... de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen... die andere vrouwen niet steunen. Ja. Ja. Arno, grote woorden. Ja, die komt dan terug. Ja, het is binnen nooit aan wordt dat filmpje dan weer gedeeld. Ja, maar ik geloof haar wel als ze dat zegt. He, dus laten we, het kan wel allebei waar zijn. Dus het kan heel goed waar zijn dat ze dit echt oprecht meent. En ik geloof haar daarin. En dat tegelijkertijd er iets binnen haar partij heeft plaatsgevonden... waar zij misschien wel helemaal geen weet van heeft. Of nou, het schijnt dat het slachtoffer heeft haar op 21 april aan de telefoon gehad... en gezegd van luister, er is nog een rapport verschenen... naar dat eerste rapport waarin werd geconstateerd... dat er eigenlijk geen geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag was. Is ze gebeld door het slachtoffer. Die heeft gezegd, let op, er is nog een rapport. En daarin staat dat het wel degelijk het een en ander mis is. Dus ja... Ik denk dat dat ook belangrijk is dat daar snel helderheid en duidelijkheid over is. En dat ik denk ook dat dat de reden is dat de D66 leden nu die dat appel hebben gedaan. Ja, ja, het grote probleem is het woord structureel. Het gaat in de... Een structureel onveilig klimaat. Ja, dat wordt ook aangehaald op die voorpagina. Maar dan tussen aanhalingstekens. En het punt is, wat is dan structureel? Is 5 gevallen in 7 jaar, is dat een structureel onveilige partij? Zijn 2 gevallen in een half jaar dat? Ik denk dat er structureel iets in de samenleving zit. En dat is belangrijk om daar met elkaar over te spreken. En dat is ook precies waarom Mariette Hamer... Dit is een semantische discussie. Ja, zeker. Een beetje een camouflerende discussie over... Het feit ligt daar dat Sigrid Kaag heeft geweten van deze kwestie. Ze is haar persoonlijk op de hoogte gebracht. Er ligt een jaarlang een vertrouwelijk rapport met een man. En het is geen grijs gebied, hè? Stalking, bedreiging en chantage. Ja, dus om hier nou te zeggen, ja, ik geloof Kaag en ik vind haar fantastisch... en ze wil dit allemaal niet. Ze heeft het geweten, ja, geweten. Nee, maar wat heeft ze geweten? Want de feiten kennen we niet. Dat is de punt. Ja, ja. Ze heeft... wat het nog ingewikkelder maakt misschien wel... is dat terwijl Kaag dus nog geen commentaar geeft... zat Sofie in het veld, D66 Europarlementariër, bij Buitenhof... en zij reageerde wel op de kwestie... en verwacht meer helderheid van het bestuur. Ik hoor overigens ook, hè, dit is een van de punten waar helderheid over moet komen... dat het slachtoffer zelf dat stuk vertrouwelijk wilde houden... De Volkskrant zegt van niet. Nou, ik wil graag weten hoe dat zit, want dat maakt echt wel verschil. Er zit een nieuw bestuur sinds het eind van vorig jaar. Ik heb het idee dat zij adequater optreden dan het vorige bestuur. Maar dit is wel een moment waarop ze zullen moeten laten zien... dat ze echt gaan handelen. Ja, een nieuw bestuur sinds eind vorig jaar. We zijn alweer 4 maanden verder en er is nog steeds niks gebeurd. Dus maar ja, de feiten... Kijk, dat belangrijke tweede rapport, dat hebben we... pluralis majestatis als journalisten niet... en een aantal van die prominente partijgenoten wel. Ja. Het bestuur weet dat. Dus wij zouden heel graag de feiten kennen. En mijn pleidooi is, zolang je die niet kent... moet je voorzichtig zijn met de presentatie van je verhalen. En dat de verwijten aan Kaag dat zij onvoldoende zich uitspreekt... tot nu toe onvoldoende laat zien... Ik vind het nodig dat er onderste steen boven komt. Ja, dat is zo. Ja. Maar we moeten wel uitkijken met beeldvorming. En daar zijn we niet altijd voorzichtig genoeg in. Mm-hmm. Mevrouw Moorman, is het ingewikkeld voor die beeldvorming van D66... dat de partijleider niet reageert en Sofie in het veld wel? Of maakt dat niet zoveel uit? Ik weet niet wat een overweging daarin is geweest. Ik denk dat ze heus... Kijk, ik geloof echt oprecht... dat ik weet niet waar ik dat op baseer. Ik heb het daar nooit met haar over gehad of zo. Maar ik geloof echt oprecht als ik haar hoor zeggen... dat zij seksueel grensoverschrijdend gedrag onacceptabel vindt, überhaupt. Ja, dat vindt iedereen. Dat vindt iedereen. En ook binnen haar partij. Maar als het je verkiezingsuitslag in de weg zou kunnen zitten... dan is het misschien een ander verhaal, toch? Ja, exact. Die timing ook van dat vrouwelijk rapport. Zeker. Iedereen vindt dit. Niemand maar daarom zegt, is het belangrijk dat hij naar buiten komt. En tegelijkertijd vind ik het ook wel... dat zeg ik ook misschien wel... juist ook als vrouw, dat we nu dit allemaal gebeurt... niet ineens de strijd tegen seksueel overschrijdend gedrag... dat in de weg moeten laten staan. En dat lijkt een beetje nu te gebeuren. Van zie je wel, het wordt allemaal onder de pet gehouden. Uiteindelijk gebeurt er niks tegen. Maar wacht even, dit kan ik niet volgen. Wordt onder de pet gehouden. Ja, dat illustreert toch juist. Maar moeten we haar nu ontzien omdat het een vrouw is? Nu gaan we de zaken wel helemaal omdraaien. Nee, zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel eigenlijk, laten we wel onze ogen houden... op het feit dat dit altijd wel heel erg bestreden moet worden. En nu ontstaat er een soort beeld van... zie je wel, uiteindelijk
wordt er niet tegen opgetreden. En dat geloof ik niet. Ik geloof wel degelijk... Maar dat beeld is toch niet heel raar? Als je dit zo maar tegelijkertijd is ook Mariette Hamer aangesteld... Ja. Als de speciaal gezant. Overigens ook door Robert Dijkgraaf. Hè. Dus ik denk, ik zie wel degelijk dat er gewoon stappen gezet worden. Nee, maar de kwestie is, geloof ik, dat wij betogen... dat door het partijbestuur van D66, in ieder geval het vorige... en door de huidige leider Kaag, er... onvoldoende lijkt te worden geïnitieerd dat die onderste steen boven komt. Voor iets waarvan je zelf zegt dat je het bloed serieus neemt... en vindt dat dit niet kan en al helemaal niet in je eigen partij. Nee, en daarom is het denk ik inderdaad noodzakelijk... dat er snel helderheid en openheid komt van hoe kan het nou... dat als er hier mensen van wisten dat er niks mee is gebeurd. Ja. Nou, juist, dat is de vraag nu. Juist, dus wat moet Sigrid Kaag nu doen, mevrouw Moorman? Ja, ik ben niet aangesteld als haar adviseur. En dat ben je toch soms kans op. Nee, maar ik vind dat... Kijk, wat is nu de vraag? Hoe reageer je hierop? Hoe doe je het? Welk medium gebruik je? Er is een open brief, je moet binnen een week reageren. Ik denk dat het verstandig is, juist als je dit ontzettend belangrijk vindt... en nogmaals, ik geloof dat ze dat vindt... dan denk ik dat het heel cruciaal is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven... wat er dan precies is gebeurd. Ja, maar dat precies dan ook laat zien hoe je hier tegen optreedt. En als je daar nou zelf heel slecht uitkomt? Ja, nou ja, dan... Ja, als je dat verhaal eigenlijk niet hebt? Nou ja, zelfs dan. Zal er vast een reden zijn waarom je dat hebt gedaan. En ik denk dat uiteindelijk... dit is zo onacceptabel... deze vrouw heeft zich echt ongelooflijk onveilig gevoeld. Maar als ik op dat stuk af mag gaan. En dan is het dus heel belangrijk dat helder wordt... hoe kan het nou dat iemand die zo in het nauw zit... dan niet de steun geven die zij nodig heeft. Maar onze vraag aan jou gaat hier niet over. Onze vraag is, hoe kan het dat iemand die zegt... en ook wij geloven in Kaag, dat dit soort dingen niet kunnen... dat die zich niet krachtiger uitspreekt op dit moment... voor het bovenkomen van die onderste steen. Misschien en komt zo, dat nog, hè, vandaag. Ja, en zo achteroverleunt, zo met de hakken in het tand. En de vraag van Arno is, vindt u dat verstandig persbeleid? Dat is zijn vraag. Ja, dat kan ik niet beoordelen, want daarvoor is het noodzakelijk om te weten. Heeft ze het echt geweten? Of is het ergens tussendoor gekomen en niet duidelijk tot haar doorgedrongen? Weet je, dat soort dingen kunnen natuurlijk allemaal gebeuren. Ja, dus dat zullen we moeten horen nog van en hoe dat precies zit. Ik denk dat het nog wel voorbij komt in de mediaforum deze week. Ergens wel, vast. Ja, ik denk het wel. Deze week misschien wel. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.